En een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 2 juli en het is weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Nou, de vorige keer hadden we ook een weekvlog geüpload en deze duurde echt 30 minuten lang. En de reacties erop waren echt super positief, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Want ik vond het zelf ook wel een hele leuke video en eigenlijk ook wel chill dat hij zo lang was. Dus wie weet kunnen we hem dit keer ook weer zo lekker lang vullen. Ik denk het eigenlijk haast wel, want dit wordt wel een hele toffe week. Deze week gaan we namelijk 2 keer naar het buitenland. We gaan morgen naar Parijs voor 2 dagen. En daarna nog 4 dagjes naar een onbekende bestemming. Dus dat wordt wel heel erg leuk, denk ik. Dat betekent ook dat ik nu alvast 2 koffers aan het inpakken ben. Maar dat is gelukkig niet zo moeilijk. Dit is mijn koffertje voor de 2e reis. En dit is waarschijnlijk alles wat ik mee hoef te nemen naar Parijs morgen. Ik moet zeggen dat ik er wel echt heel veel zin in heb. Dus daar ben ik helemaal enthousiast over. En vandaag staat dus een beetje in teken van wat laatste werkdingetjes afmaken en inpakken. En dat soort dingetjes. Silly die ligt hier lekker op de grond te slapen. Het is echt super warm binnen natuurlijk nog steeds. Niet te warm, maar ja, wel warm genoeg voor hem om de hele dag te lekker te luieren. Kijk, ik mag ook over zijn buikje aaien tegenwoordig. Lekker hè, Sil? Nou, ik hang net op met Larissa, want we kwamen allebei tot de conclusie dat we eigenlijk een simpel wit t-shirt missen in ons garderobe. En dat zou toch wel heel erg chill zijn om even te hebben. Dus aangezien we net wat werk hebben afgemaakt, hebben we ook al een video af die we, die jullie al hebben gezien. Die kunnen we dus inplannen. Dan gaan we heel eventjes naar de stad op zoek naar dat t-shirt. Dus ik zie jullie zo. Zo, nou, we zijn nog heel eventjes de stad ingegaan op zoek naar dat witte shirt. Maar we hebben hem uiteindelijk niet gevonden. Ja. Het was nog best wel lastig, want de perfecte basic tee, ja, dat is gewoon niet makkelijk. Ja, en in de sale periode is het volgens mij gewoon heel erg lastig om je basics te vinden. Dus ja, volgens mij ook. Het is allemaal sales en sale en we zijn niet geslaagd helaas. Nee, we hebben ook nog even gekeken of we misschien iets anders tegen zouden komen. Wat we mee kunnen nemen op reis, maar ja, ik had nog zin in zo'n last minute jurkje, weet je. Ja, een playsuitje, maar weet je, we hebben eigenlijk gewoon zat geleden ook. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en zoals je ziet zit ik al in de trein. Samen met Larissa, want we zijn onderweg naar Amsterdam, omdat we straks naar Parijs gaan. Ik heb er heel veel zin in. Het is heerlijk zonnig weer, net zo hier als daar, dus wat leuk. Zo, het is inmiddels wat later en zoals je hoort zitten we in een andere trein. Het is de Thalys en deze brengt ons natuurlijk naar Parijs. En het zit hier vol met allemaal gezellige meiden, dus we zijn allemaal aan het kletsen. En ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Want we zitten hier aan een tafeltje, we hebben een glamour gekregen. Heel leuk placementje met de L'Oréal University. Daar staat L'Oréal University, dus dat is super leuk. En ik heb nog eventjes een Starbucks koffietje gehaald. Dus ready to go. Oh my god, het is echt zo goed. We hebben een tasje gekregen en er zijn wat dingetjes in. Wat stickertjes. Oeh, cute. En dit petje. We hadden net al eventjes gezien dat deze een klein beetje vormd is. Maar even vormen, maar hij is wel heel cute. Het is wel heel leuk voor foto's ook altijd. Met pinles, drinken. Jam. Nou, we zijn aangekomen. We gaan eventjes lunchen. Dus ik heb hier al burrata liggen, pizza en couscous. Rissa zit tegenover me. Hoi, smakelijk! Zo, we zijn dus aangekomen in de hotelkamer. En hij ziet er echt super leuk uit. Larissa en ik delen een kamer. En we zijn hier trouwens in Parijs voor L'Oréal University. We hebben net al eventjes een lesje en een presentatie gehad. We komen aan op de kamer. En we zien hier allemaal leuke spulletjes. Dus dat is echt super nice. Dankjewel. Allemaal hele fijne dingetjes die ik zeker kan gebruiken. Vooral die haarlak. Want ik moet straks echt eventjes wat volume in mijn haar gaan gooien. En ja, de kamer is wel heel erg schattig. Daarachter is dus de wc en de badkamer. En wat we net zagen, wat we wel heel erg grappig vonden, is dit mobieltje. We dachten eerst van, huh? Die is toch niet van ons? Maar deze hoort dus bij de kamer. En die kan je mee naar buiten nemen. En ik denk dat er dan internet op zit. Ik ben wel benieuwd, want dat is wel echt super chill als je een toerist bent en je komt naar Parijs. Als je buiten Europa komt, dan heb je natuurlijk geen internet. Take me with you everywhere. Discover the best of Paris. Dus je krijgt die tips en tricks via de telefoon. Unlimited calls, unlimited data. Oh, chill. Dus je kan inderdaad gewoon, hier, je kan een taxi bestellen. Dan verdwaal je niet meer in de stad, wauw. En er staat ook dat als je dus hiermee klaar bent, dan kan je alle data, dus alles wat je hebt opgezocht, kan je wissen. Oh, dus smart. Er staan niet gesprekken of zo op je telefoon die andere gasten ook gaan krijgen. Dat vind ik echt heel erg leuk. En we zitten dus in het MOB Hotel, MOB, zo schrijf je het dus. En
ja, we vinden hem wel heel erg cute. We hebben nu eindelijk even wat tijd voor onszelf. Dus we gaan ons heel eventjes opfrissen en omkleden en klaarmaken voor het diner. Het is inmiddels alweer wat later. We zijn omgekleed in nieuwe outfitjes. Ik heb een stippenpak aan. Tara heeft een strijdjespak aan. Wij zitten nu in de bus. We zagen net op een regen langs het de Moulin Rouge. Wat je dat leuk vindt. We zijn nog nooit binnen geweest, maar het ziet er van de buitenkant altijd wel grappig uit. En we zitten nu in de bus onderweg naar een lekker restaurant. Gelukkig, want ik heb best wel honger. Tara loopt er dan. Ja, ik moest even lachen. Zo die bus uitloopt. Gezellig. Kijk, zo leuk. Een lipstickje erbij. Een bordje. En een spiegel. Hallo, wow, mijn wimpers zien er echt crazy uit. Het is inmiddels wat later, zoals je kan zien, Tara en ik liggen in bedje. En we hebben gewoon tijdens het diner niet echt meer gevlogd. We zijn het eigenlijk gewoon helemaal vergeten omdat het zo ontzettend gezellig was. En het is op dit moment 1:00 s'nachts. De wekker staat om 7:15. Dus het is echt tijd om te gaan slapen. Dus... welterusten! Welterusten! Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en het is weer tijd om uit te checken uit het hotel. En we vertrekken over een kwartiertje met de bus met iedereen. Chris en ik hebben net een dakterras gevonden. En dat is wel heel erg leuk, we vinden het hotel wel heel erg schattig. Want er zit ook nog een moestuintje bij en we zagen daar beneden ook nog een zwembadje. En zeg maar zo'n scherm. Daar links is een scherm waar je waarschijnlijk films op kan kijken en zo. Dat is dan een tuin. We zijn aangekomen op de eerste workshop en beginnen met haar. En hier staat de tafel vol met allemaal producten. We hebben hier een groot beeldscherm. En we zitten allemaal klaar. Zo, net is een workshop gehad over haar. Het is allemaal leuke dingetjes geleerd. En nu is het tijd voor de workshop over make-up. Dus ik zit hier aan tafel allemaal mooie spullen om uit te proberen. Hallo. Jessie is er ook. En we hebben hier Dylan en Laura. Zo, we zijn net aangekomen in de stad, want we hebben nu wat vrije ruimte om foto's te schieten voor een wedstrijdje waarbij we een designertas kunnen winnen. Dus dat willen we wel heel erg graag. En het is natuurlijk ook wel heel erg lekker dat we vrije tijd hebben en het echt super lekker weer is. Want als we het foto hebben geschoten, dan mogen we lekker chillen. We zijn nu een leuke plek aan het zoeken en daarachter is natuurlijk de Eiffeltoren. Dus nu moeten we nog, ik heb trouwens ondertussen rooi lipstick opgedaan. Nu moeten we nog even een goede fotoplek zoeken. Zo, we hebben in het prachtige Parijs rondgelopen en ik ben helemaal bezweet, dus misschien meer te zien, maar oh, heerlijk warm hier. Ik heb inmiddels ook rode lipstick op. Ik dacht die is op een gegeven moment afgesleten, dus ik wilde hem eraf halen, maar deze zit hier echt helemaal goed op. Dus vanaf nu heb ik rode lippen. We hebben ook nog toffe foto's gemaakt, dus ik dacht ik ga jullie eventjes laten zien hoe die is geworden. Dus zoals je kan zien hadden we heel wat pogingen nodig. Lalala. En we hebben er ook nog een paar gemaakt op deze camera waar ik nu mee film. Dus die zie je niet, kan je nagaan. Uiteindelijk heb ik deze foto gepakt. Die vond ik echt wel heel erg gezellig met Tara. Wij zijn lekker aan het lopen. Matchy Manchy, Eiffeltorentje. En zo heb ik hem zo bewerkt. En uiteindelijk heb ik hem zo gepost op mijn Instagram account. Als je me volgt en er is verbonden, heb je deze al voorbij zien komen. En ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vind hem in ieder geval wel heel erg gezellig. En dit is mijn foto geworden samen met Larissa. Ook weer voor de Eiffeltoren. Ik vind hem wel echt heel erg schattig geworden. Er was iemand voor de trein gesprongen. Dus uiteindelijk hebben we echt iets van 2 uur vertraging gehad. Maar we zitten nu eindelijk in de Thalys, zoals je kan zien. En we zijn nu eindelijk weer onderweg terug naar Nederland. Het is heel warm, maar de airco staat aan gelukkig. Dus nog heel even we kunnen afkoelen. Maar ja, het waren wel echt 2 super leuke dagen. En we zitten nu in dus. It's all good. Goedemorgen iedereen, het is vandaag donderdag. Ik ben weer met haar. En zoals je kan zien zijn we niet in onze eigen huiskamers. We zijn namelijk net aangekomen in Kroatië. Nou, zoals Tara jullie eerder al vertelde in deze vlog, zouden we dus op verrassingstrip gaan. En de bestemming is dus Kroatië geworden. We gaan hier 4 dagen verblijven en het is echt heerlijk weer. Dus het is echt fantastisch. We zijn vanmorgen heel vroeg opgestaan, dus toen hebben we nog eventjes niet gevlogd hier in Kroatië. Ja, we hebben amper geslapen. We zijn gisteren om, denk ik, 11 thuis gekomen. Ik ben gaan slapen om 1, dus ik heb echt 2 uurtjes slaap gehad. Ja, we zijn om 3 uur opgestaan. Maar maakt helemaal niet uit, want het is hier heerlijk en we gaan hier gewoon super leuke dagen beleven. En we gaan jullie natuurlijk weer meenemen. Zo, we zitten inmiddels in de auto. We hebben namelijk een huurauto hier. En we gaan nu naar ons hotel toe. En dat is Hotel Marina. Het is echt al heel erg mooi hier. We hebben hier een mooi uitzichtje. En het weer is lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze dagen ons gaan brengen. Zo, we zijn aangekomen in het hotel. En we kunnen nog niet de kamer in, want het is nog vroeg op de dag.
Dus we zijn even gaan rondlopen en hebben net een ijsje gescoord. Weer yoghurt met bessen en hazelnoot. En Larissa heeft Snickers en kokos. En het is echt heerlijk, want het is hier echt super warm. En het is ook echt heel erg mooi. Dus dat gaan we allemaal later nog laten zien. En we hebben ook even nog wat broodjes gehaald, omdat we toch wel een beetje trek hadden. Zo, ik heb het ijsje inmiddels opgegeten. Ik zit eigenlijk stiekem een beetje vol. Maar ik wil toch nog in ieder geval een beetje wat van mijn broodje eten. Want hij ziet er ten eerste heel erg cool uit. Heeft ook een beetje mee te maken waarom ik deze heb gekozen. Maar hij leek me ook heel erg lekker. Het is namelijk een soort van worstenbroodje. Hier zit het worstje in en hij is helemaal eromheen gedraaid. Dus dat vond ik wel heel erg lekker. Het lijkt een beetje op een hotdog wat erin zit. Mijn ziet er iets minder cool uit. Maar het is een broodje met verse kaas. En ik denk dat die ook wel lekker is. Dus ik vind dat we eventjes de smaaktest moeten doen. First impression. Hoe heet het? Kroatisch broodje? Geen idee. Oh, goed hoor. Ik moet een beetje denken aan een Hema hotdog. Of ja? Nee, een Ikea hotdog. Lekker. We zijn vanaf ons ijsje even iets verder gelopen. En dit is het uitzicht. Ziet er zo ontzettend mooi uit. Een mooi klein haventje met allemaal bootjes. En het water is heel blauw en vooral heel helder. Je kan het hier heel goed zien met die stenen. We willen eigenlijk gewoon meteen erin duiken. Zo, we zijn aangekomen op de hotelkamer. Larissa zal even op bed gaan liggen, zo te zien. Ja. En we hebben heel erg mooi uitzicht op de zee. Dus dat is wel echt heel erg lekker. En wat we nu gaan doen is ons gewoon eventjes opfrissen en omkleden. En dan zien we jullie zo weer. Nou, Larissa en ik hebben net eventjes een dutje gedaan. Omdat we toch wel heel erg moe waren. En dat heeft ons toch wel weer, denk ik, een beetje die energieboost gegeven die we nodig hadden. En we zitten nu eventjes buiten het eten in het restaurant die bij dit hotel hoort. Want we hebben nu een lunch. En we hebben een menuutje gekregen. Dit is de vissoep. Mm-hmm. En dan krijgen we hierna nog een pasta met garnaal. Dus dat is wel erg lekker. En dan als dessert cake. Ik ben benieuwd. En we zitten dus hier in een haventje. En het is echt prachtig hier en super rustig. Dus dat is wel lekker wakker worden. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Hallo iedereen, zoals je kan zien, we zijn helemaal aangekleed, want we gaan zo meteen ziplinen. Super veel zin in, we staan momenteel op, wat was het? 450 meter hoogte. Heel hoog is het, ik zal eventjes omdraaien zoals je het kan zien. Super mooie omgeving en we gaan dus nu ziplinen, het duurt ongeveer 45 minuten. Dus we gaan volgens mij heel veel mooie dingen zien. Heel veel zin in, ik heb al hoogtevrees, dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan nu door het smalste straatje in de wereld. Deze is 43 meter breed. Wow, het is echt heel krap. Passen er net tussen, Liz? Echt, jongen. Zo. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en we zitten nu heel eventjes aan de ontbijttafel. En in plaats van dat het eigenlijk een buffet is, wordt het naar onze tafel gebracht. Dus dat is wel echt heel erg nice. Ik zal het eens laten zien. Hier hebben we namelijk croissants, een bacon, een vleeswaren. Ja, echt alles eigenlijk wat je maar wil hebben. Er worden eitjes voor ons gemaakt en hier ligt ook nog brood. Het is echt super lekker dat zo wordt neergezet. Uiteraard heb ik ook nog een kopje koffie en nog een jus de rans. En gisteren heb ik trouwens al verteld dat we dus aan waren gekomen op Kroatië of in Kroatië. Het is voor mij de eerste keer. En deze dagen gaan we ook elke dag een ander eiland bezoeken. Dus we zitten nu op Krk. Het is echt een heel gek spelje. Het is gewoon K-R-K gewoon. Maar je spreekt uit als Krk. En we gaan dus nu ontbijten, strakjes uitchecken. En dan gaan we met de ferry naar het volgende eiland. En daar gaan we gewoon weer een nieuwe dag doorbrengen. Dus op deze manier gaan we echt super veel eilandjes zien. En heel veel zin in. Het is echt prachtig weer. En ik denk ook echt dat het overal gewoon super mooi gaat zijn. Met blauw water. En leuke dingen om te doen. Zo, we gaan nu het eiland Krk. Of de plek Krk. Gaan we weer verlaten. We zijn net de ferry opgereden. En in een uurtje zijn we dan op het andere eiland. En het is echt super mooi. Nu pas zie je hier overal hoe goed mooi en blauw het water is. Hoe helder en hoeveel groen. Ja, het is echt zo mooi hier. Niet normaal. Zo, we zijn aangekomen op het eiland Rab. En het is hier echt
super mooi. We zijn even gestopt op een uitzichtpunt. En zoals je kan zien is het water echt super mooi blauw weer, eigenlijk gewoon overal. Maar ik blijf er echt gewoon naar kijken omdat het zo mooi is. En ik zie allemaal mensen een beetje varen en doen. En je hoort echt keihard krekels. En dit zijn nog wat andere stukjes eilandjes. Dus het ziet er wel echt super gaaf uit, hè? Echt super mooi. En ik zit echt naar dat bootje te kijken. En iemand daar op een jetski. Dat is echt wel heel tof. Zo, en dit is trouwens onze huurauto waar we mee rondrijden. Lekker rood en opvallend. En nogmaals, jeetje, wat is het mooi. I love it. Zo, we hebben net eventjes ingecheckt bij het Imperial Hotel. En hij is echt super mooi. Echt heel erg leuk. Ik zal heel eventjes snel laten zien. Dit is hier een klein zitje waar je kan zitten. En dan hier is het bed. En dan hebben we hier ook nog een balkonnetje natuurlijk. Super lekker is dit. Om hier eventjes te zitten. Achter is echt nog een beetje een tuin, zeg maar. Maar wat ik vooral heel mooi vond, is de badkamer. Tada! Het is helemaal van marmer. En ik vind deze vorm steen gewoon heel erg leuk. Zo'n zeshoekje. Dus dat is super chill. Larissa en ik gaan ons nu heel eventjes omkleden en klaarmaken. Want we gaan straks op een taxiboot. En dan gaan we eventjes naar verschillende strandjes. Want daar hebben we echt heel veel zin in. Zo, Larissa en ik zijn vergeten te vloggen, maar wat we net deze middag hebben gedaan is een leuk boottripje. Ze hebben een taxiboot hebben we genomen naar een baaitje in de buurt. En ja, daar hebben we eigenlijk gewoon heel even gechilled, leuke fotootjes geschoten en eigenlijk ook gewoon een YouTube video voor jullie opgenomen. Daardoor zijn we wel een beetje vergeten om dus te vloggen, maar de video wordt wel heel erg leuk, dus die gaan jullie ook nog zien. En we lopen nu heel eventjes van het hotel richting de Old Town, want daar hebben we een reservering in een restaurantje staan. Ze hebben ons ook heel eventjes omgekleed. En dan gaan we zo eventjes eten. Ah ja, na het eten gaan we ook nog eventjes de stad in. Dan kunnen we even kijken wat er allemaal te doen is. En het ziet er volgens mij, ja, ik hoop misschien leuke winkeltjes, souveniertje misschien. Ja, precies. En ik moet zeggen, dit eiland is ook weer echt heel erg anders qua sfeer, denk ik. Ja. En ja, ook wel heel erg leuk. Oké, we lopen nu hier en hier hebben we dus net een taxiboot genomen. En daar is dan de Old Town, waar we vanavond lekker doorheen gaan. En dit is Larissa. Woehoe. En we hebben allebei dezelfde sandalen aan trouwens. Dus we gaan even kijken wat dit eiland ons te bieden heeft. We zijn aangekomen in het restaurant. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Want we hebben hier al wat gekregen. En het ziet er heel erg lekker uit. En we gaan lekker vis eten. Jam! Larissa en ik zijn nog eventjes de Old Town, oftewel het oude stadje, ingegaan om nog eventjes winkeltjes te checken. Larissa zit hier naast me. Ik zag ineens in een winkeltje met olijfolie en jammetjes dat ze dit hadden. En dat zijn allemaal producten met truffel. En ik ben in de herfst ook naar Kroatië geweest. En daar heb ik toen een keertje getruffelhunt. Dus met honden op zoek naar truffels. Het product is van het bedrijf waar ik dus die truffelhunt heb gedaan. Dus dat gaf weer een leuke herinnering. En het is ook echt een heel goed product. Dus deze heb ik eventjes nog een keer gehaald. En dit is een salsa. En dit is met truffel dus. En die kan je dus door je pasta heen doen. En ik hou echt van truffelpasta. Dus vind ik heel erg lekker. En we gingen ook nog even de supermarkt in om wat water te kopen. En toen kwam ik ineens langs chocolade met glitterverpakking. En toen heb ik uiteindelijk dit kleintje meegenomen. Hij ziet er zo uit. En het is echt een beetje een holographic glitterverpakking. En het lijkt een beetje op Kinder Bueno met wafeltjes onderin. Dus het leek me echt super nice. Oké, de binnenkant heeft ook glitters. Oh, wauw. Ja, super nice hè deze. Dus ik ga hem eventjes proeven. Zo. Het is een soort combinatie van KitKat. Oh, okay. En dan lijkt het op Kinder Bueno, maar dan zit er een soort van Nutella bovenin. Je moet echt proeven. Ja. Goeie combinatie, ja. Yummy. En nu gaat Larissa eventjes een artikeltje afmaken voor op endlessweekend.nl. Ja. En daarna gaan we slapen. Dus tot morgen.
Hi allemaal, het is vandaag zaterdag weer de volgende dag en we zijn weer onderweg naar onze volgende bestemming. We gaan nu richting de pont en dan gaan we met de pont gaan we weer naar het vasteland. En gaan we dus afscheid nemen van Rab. Van het island life. Van de island life. En die pont zou echt maar deze keer een kwartier duren, dus dat is best wel kort. Maar vanaf dan moeten we nog best wel een eindje rijden en we gaan als het goed is eerst naar Rijka. Rijka? Ik weet niet hoe je het uitspreekt daar. Bij Rijka misschien inderdaad. En daar gaan we even kijken. En dan eindigen we volgens mij vandaag in Opatia. We zijn aangekomen op het vasteland. En we moeten nu nog ongeveer 2 uur rijden. Het uitzicht is echt super mooi. Daarachter zie je bijvoorbeeld een eilandje eigenlijk. Een fel blauw water. Dus dat is wel echt heel erg tof om op deze manier er doorheen te rijden. Maar ik denk eigenlijk dat er een hele route zoals dit zal zijn. Ja, super vet. Dus dat is echt een super goede roadtrip wat dat betreft. We zijn alweer eventjes verder. Het laatste dat we jullie vertelden was dat we onderweg waren naar Rijeka. Nou, we hebben daar een beetje de stad in een vogelvlucht ontdekt. Dus we hebben gewoon door de oude stad een beetje gelopen. We hebben ook de bekende tunnel bekeken. En we zijn ook helemaal omhoog gegaan naar een kasteel waar we echt een prachtig uitzicht hadden over de stad. En ik moet zeggen dat ik de tunnel ook echt wel heel erg indrukwekkend vond om te zien. En het is altijd mooi om met een prachtig uitzicht te eindigen. En daarna zijn we doorgereden naar Opatia. Dat is waar we nu op dit moment zijn. En we zijn nu net eigenlijk even aan het eten. En we hebben even lekker buiten plaatsgenomen. Dus hier zitten we. Je zit daar. Het zijn onze bordjes die een beetje half aangegeten zijn al. En het leuke aan vandaag is dat Kroatië speelt tegen Rusland in het WK. En de wedstrijd wordt echt serieus overal in de stad gewoon op beeldschermen en grotere schermen afgebeeld. En ik weet niet zeker hoe laat het nu op dit moment is, maar we zouden wel heel graag nog even een stukje van de wedstrijd willen zien. Aangezien Nederland natuurlijk zelf niet meespeelt, moeten we wel gewoon vandaag voor Kroatië zijn. Dus het lijkt me wel heel erg leuk om ook nog eventjes die wedstrijd mee te maken. En een beetje toch dat WK gevoel te hebben. Dus als we hier klaar mee zijn, ga ik misschien nog even wat fruitjes nemen. En dan gaan we gewoon even verderop de stad in. Om te kijken of we nog wat kunnen checken van de wedstrijd. En natuurlijk hopen dat ze gaan winnen. Verder wil ik ook nog eventjes het uitzicht laten zien. Dat is wel heel erg gaaf. Dus hier, Opatia loopt eigenlijk gewoon helemaal langs het water. Dus dan heb je hier de zee. Allemaal bootjes. Dat loopt dan helemaal verder door naar die kant. Je kan het niet helemaal goed zien, maar... ja, dineren met een uitzicht. Dit uitzicht. En dit uitzicht. Nou, we zijn klaar met eten. We zijn nu verderop naar een plein gelopen. En hier is iedereen de wedstrijd aan het kijken op een heel groot scherm. Het is echt mega druk. Ik weet niet of je het kan zien. Ja. Daar is voetbal. En hier staan serieus heel veel mensen. En het is op dit moment 1-1. Dus dat is heel erg spannend. Ik ben heel erg benieuwd of er nog wordt gescoord. Dat zou wel heel erg cool zijn om mee te maken hier. Net niet, hè? De handen in het haar, jongens. De handen in het haar. Oh, ja, ja, ja. Nou, voor als je het WK hebt gemist, Kroatië heeft gewonnen. Het was echt een super spannende wedstrijd. Ze hebben uiteindelijk gewonnen met penalties. En dat was ook echt tot het laatste moment super spannend. Maar ze hebben gewonnen, dus iedereen was echt super blij. En dat was natuurlijk heel erg leuk, omdat we natuurlijk nu in Kroatië zijn. Daarna zijn we nog eventjes doorgelopen naar een jazzfestival. Dat zat om de hoek en daar hadden we ook tickets voor. Konden we eventjes gaan kijken en er speelde echt een super goede band. Dus dat was heel erg leuk om te zien. Maar inmiddels is het alweer wat later geworden op de avond. We werden moe, dus we zijn teruggelopen naar het hotel. Dus dat is waar we nu zijn. En dan denk ik wel zo meteen het bestje in, want het is een hele lange, flinke dag geweest. En morgen gaan we gewoon weer lekker opstaan voor onze allerlaatste halve dag hier in Kroatië. Nou, volgens mij is dit wel een flinke, gezellige, lange weekvlog geworden. Doe vooral even een duimpje omhoog als je hem gezellig vond. En laat ons eventjes weten in de comments wat je van onze weekvlogs vindt. Vinden we heel erg leuk
om te lezen. Ja, en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je niet al een abonnee bent. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.